Hey, wat leuk dat je naar les 3 kijkt van de cursus spuitwerk. In deze les gaan we cupcakes opspuiten en dat gaan we doen met allemaal verschillende spuitmondjes. Ik ga beginnen bij de basis, dat is gewoon een toef en daar dan wat variaties op. En daarna gaan we steeds verder met volgende spuitmondjes om het nog leuker te maken. En meer variatie aan te brengen. Ik werk vandaag met de American Buttercream. Dat recept staat op deze pagina, als het goed is, aan de rechterkant. Kun je een PDF aanklikken en daar staat het recept hoe je dit maakt. Uiteraard kun je dit ook met allerlei andere crèmes spuiten. Botercrème, allerlei andere soorten botercrème. Ook met enchanted cream kun je een hele hoop van deze technieken doen. Let wel op als enchanted cream warm wordt in je spuitzak, omdat je hem bijvoorbeeld lang vasthoudt of omdat je buitentemperaturen of je werktemperatuur warm hoog is, dan wordt de crème slap en zal het lastiger gaan om wat je spuit om dat goed te laten zien. Dus het is handiger als je werkt met enchanted cream om met een paar zakken te werken en de rest terug in de koelkast te leggen. Dat is ook beter voor de houdbaarheid, maar ook voor de stevigheid. Botercrème moet je niet te koud hebben, want dan is het juist weer lastiger om het uit je spuitzak te krijgen. American buttercream werkt eigenlijk bij elke temperatuur heel erg goed. Dus als het ooit heel erg warm is en je moet met 35 graden iets opspuiten, dan wil je echt American buttercream gebruiken. Goed, we gaan beginnen. We beginnen met drie basis spuitmondjes. Dit is 1M. We hebben hier een 2A. Dat is een glad spuitmondje. En ik heb hier spuitmondje 4B. Die heeft nog wat meer karteltjes dan de 1M. En dan zul je zien dat dat ook een heel ander effect geeft. Goed, spuitzak goed gevuld. Ik heb er een koppeler op zitten, zodat ik zo meteen spuitmondjes kan wisselen. Wat ik ga doen is... ik ga een toef spuiten, dus echt zo'n punt naar boven. Dan begin ik in het midden. En dan draai ik een klein rondje. En dan draai ik hem steeds verder tot hij helemaal aan de buitenkant zit. Zover als ik hem aan de buitenkant wil hebben. En dan ga ik hem opbouwen. Naar het midden. En klaar. Op een gegeven moment stop je met knijpen. En haal je hem naar boven en dan ben je klaar. Met hetzelfde spuitmondje 1M kun je ook een soort roos spuiten. Dan begin je ook in het midden. Draai eromheen. En als je dan aan de buitenkant bent, dan stop je op een gegeven moment met knijpen. En dan is het klaar. En dan heb je eigenlijk een soort roos gedraaid. Goed, ik ga het spuitmondje verwisselen. Dus ik draai mijn koppeler open. Ik zet het gladde spuitmondje 2A erop. Nou, komt er weer goed op. Yes. Nu ga ik een soort drolletje mee draaien. Ik begin weer in het midden, zodat daar ook vulling zit. Anders dan kom je niet uit. Ik ga verder naar buiten. En dan draai ik langzaam weer naar het midden toe. Net zo lang totdat ik helemaal naar boven een rolletje heb gedraaid. Zet ik spuitmondje 4B er even op. Zo. Deze heeft een hele hoop kleine karteltjes. Hier ga ik ook gewoon weer zo'n toef omhoog mee spuiten. Goed, met spuitmondje 4B ga ik eigenlijk weer hetzelfde doen. Ik begin in het midden. Ik ga steeds verder naar de zijkant toe. En dan ga ik hem opbouwen. Totdat hij helemaal bovenaan is. Goed, ik laat ze nog even zien. Dit was 4B. Dit is 2A. Als je daar twee oogjes in doet, dan heb je een mooi roze poepsmiley. En dit is dan de 1M op twee verschillende manieren gespoten. Zelf vind ik het voordeel als je een crème hebt waar je niet zoveel van wil eten, dan is dit een hele mooie oplossing. Heb je een hele lekkere crème, dan vind ik dit wel altijd heel fijn. Dan mag er ook een flink wat op zitten, zeg maar. Dus zo heb je vier verschillende cupcakes opgespoten. Take six. Goed, we gaan nog even verder met spuitmondje 2A. Dat is het gladde spuitmondje waar we net
de cupcake mee op hebben gespoten ook. Je ziet hier al op het plaatje wat meer technieken. En je ziet ook dat het super leuk is om verschillende kleuren hiervan te gebruiken. Ik ga het even voordoen in één kleur. En dan ga ik je dat laten zien. Nou, ik begin met de bloem hier. Dan doe je eerst de buitenkant. Dus bol en naar het midden. Bol en naar het midden. Dus je laat de spuitmond op één plek staan. Je duwt, je duwt, je duwt. En dan wordt hij heel mooi bol aan het uiteinde. Zie je dat? Zo. Tot je helemaal rond bent natuurlijk. En dan ga je de tweede laag erop doen. Eentje. Zo, en dan in het midden eventueel met een andere kleur is natuurlijk ook leuk. Even de voorkant van mijn spuitmondje schoonmaken. Spuit je daar nog een bolling op en weg. Als die niet helemaal goed is, even met je vinger erbij en dan is die wel. Zo, heb je weer een hele andere cupcake opgespoten. Nu ga ik deze proberen. Het leukste is die ook inderdaad in verschillende kleuren. Maar goed, het gaat om de technieken. Even een dotje spuiten en wegvegen. Een dotje spuiten en wegvegen. Een dotje spuiten en wegvegen. En zo ga je naar de andere kant. En dan ga je hier hetzelfde doen, maar dan de andere kant op. En je draait hem weer om. En weer andersom. En nog een dotje. Kijk, en zo heb je... Op een hele andere manier, redelijk laag. Dus niet zo heel veel crème op je cupcake op deze manier. Heb je weer een heel ander effect. Dan gaan we tip 104 doen. Je ziet hier echt wat superleuke voorbeelden wat je er allemaal mee kan doen. Ik ga ze niet allemaal voordoen. Ik ga wel heel even wat erover zeggen. Deze ga ik bijvoorbeeld niet voordoen. Die lijkt echt super tof, maar je moet dus eerst al die roosjes losmaken. Op een flower square. En daarna moet je ze dan een dotje in het midden spuiten en dan zet je ze er allemaal op. Dus dat is echt, daar ben je wel even zoet mee. Dat zou ik wel met American buttercream doen als je dat ooit gaat doen. Want dan komt een klein beetje een korstje op en dan weet je dat het goed gaat. Nou, ik ga er een paar laten zien. Daar komt die. Voor de roos die ik ga spuiten heb ik eerst even een dun laagje crème op de cupcake aangebracht. Omdat je anders tussen de blaadjes door de... cake er doorheen ziet. En dat is jammer. Ik ga dus werken met spuitmondje 104. Wat belangrijk is, is dat je ziet dat die breed is en smal is aan één kant. De brede kant moet op de cupcake en de smalle kant aan de bovenkant. Wat verder belangrijk is, is hoe je hem erop zet. Dus het blaadje bepaal je hoe die komt te staan doordat je zo of zo spuit. Dus daar moet je even goed op letten. Als je blaadjes tegen elkaar aangaan, dan moet je de volgende laag iets verder naar buiten draaien. Want je begint in het midden en dan draai je een rondje. Het is maar net hoe hard je knijpt, hoe het eruit komt te zien en hoe hard je ronddraait. Je ziet het, als ik iets vaker knijp, dan gaat hij een beetje wavy worden. Een beetje heen en weer. Dat is een leuk effect.
En wil je hem heel strak, dan moet je wat sneller trekken. Sneller draaien bedoel ik vooral. Terwijl je knijpt. En zo ben je helemaal rond en heb je een roos gespoten. Goed, met spuitmandje 104 ga ik nog één cupcake opspuiten. En dan ga ik een soort bloemblaadjes opspuiten. Belangrijk is weer dat je het brede stuk aan de cupcake hebt en het smalle stuk naar de buitenkant. Daarmee maak je dan het blaadje. Knijpen, knijpen, knijpen. Over dezelfde lijn weer terug. Het enige wat je doet is even je cupcake een beetje bijdraaien, zodat het een mooi blaadje wordt. Hoe het er hier uitziet maakt niet zoveel uit. Daar komt straks de volgende laag overheen. Het gaat echt om het uiteinde, hoe dat eruit ziet. Zo, dan gaan we de volgende laag eroverheen doen. Zo. En nog een paar kleine blaadjes erbovenop. Dan heb je eigenlijk het bloemetje uit les 2 wat je hier eventjes zo erop spuit. Nou, nog eentje ertussen. Zo. Kijk. En zo heb je heel mooi allemaal bloemblaadjes gespoten op je cupcake. Het is geen hele dikke laag. Deze cupcake had een goede bolling erop zitten en die... maakt dat hij zo bol is. En het kan dus ook wat platter als je dat wil. Spuitmandje 104, daar spoot ik deze cupcake al mee. Maar wat je bijvoorbeeld ook kan doen, is dat helemaal plat leggen, die ruffel. En dan ga je zeg maar zo langs de rand... En elke keer als je rond bent geweest, dan leg je hem ietsje hoger neer. Zodat je hem iets erbovenop legt, zeg maar. Steeds sneller omdraaien. En op het laatst ben je dan helemaal rond geweest. En dan heb je eigenlijk redelijk hetzelfde gedaan. Maar het ziet er toch heel anders uit. Rechtop en liggend. Dit zijn dus leuke plaatjes die je zelf ook op internet kan vinden. We gaan nu met tip 32 werken. Dat is ook een gekarteld spuitmondje. Alleen dan een stuk kleiner dan de 4B. En je ziet hier allerlei voorbeelden waar ik er een paar van ga maken. Spuitmondje 32. Daar kan je bijvoorbeeld ook heel leuk een zigzaglijntje mee spuiten. En als je dan zorgt dat het begin een beetje breed is en het daarna weer wat smaller wordt, dan kun je daar heel leuk je cupcake mee bedekken. Wiebelen.
Ja. En je zou nog een toefje erop kunnen doen, zo. Met spuitmondje 32 gaan we nog eentje doen. Hier gaan we een op laten bollen en naar binnen. Op laten bollen en naar binnen. Dit is ook hoe je het schelpenrandje spuit. Van les 1. Dus echt je spuitmondje op één plek houden, duwen, 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 duwen en weer loslaten en weer terug. En dan krijg je echt zo'n mooie opbolling aan de zijkant. Hier gaan we nog een laag weer bovenop spuiten. Kijken dat ik er 5 op krijg, dat vind ik altijd wel mooi. En nummer 5. Zo, en dan kan je hier nog weer een toefje op doen. En dan heb je ook op een hele andere manier weer eens je cupcake opgespoten. Ik denk als je dit in een mooie groene kleur doet, dat het net alsof je een cactus hebt. Een paar witte spikkeltjes erop. Spuitmondje 125 is eigenlijk hetzelfde als de 104. Aan de onderkant smal, aan de bovenkant heel breed. Alleen echt een stuk groter. Ik zal ze even naast elkaar houden. Dit is de 104 en dit is de 125. Je hebt hem ook nog kleiner. De 101 en de 102 heb je nog. Die zijn nog kleiner. Ik ga proberen hier een roos mee op de cupcake te spuiten. Wederom de brede kant aan de onderkant en de smalle kant aan de bovenkant als je blaadjes gaat maken. Goed, dus je begint in het midden met de smalle kant aan de bovenkant en breed onder. En je probeert als eerste even een rondje te draaien. Om de start te maken. Zo. Dit is mijn knopje, zeg maar, waar je mee begint. En dan ga ik elke keer daar een blaadje bij spuiten. Elke keer een beetje terug over het oude blaadje heen. En dan spuit ik het volgende blaadje. En zo heb je een roos gespoten. Met spuitmuntje 125 ga ik een ruffle spuiten. En dat doe ik als volgt. Ik zet hem op de zijkant, de brede kant aan de onderkant en de smalle kant aan de achterkant. Zo. Ik ga elke keer een boog eroverheen spuiten. Heen en weer, heen en weer, heen en weer. En de volgende. En nog een laatste randje. Zet het spuitmondje iets verder rechtop, zodat hij mooi dicht rechtop komt te staan. Kijk eens.
heb een Nifty Nozzle noemen ze het. Dat zijn spuitmondjes. Spuitmondjes met allemaal hele grote spuitmondjes met allemaal gaatjes van. Ze passen niet in een adapter, helaas. Maar ze zijn super tof. Dit is de 10 Petal Rose. 10 blaadjes roos. Je hebt ook tulpen. En met deze ga ik met American Buttercream op deze cupcake roosjes spuiten. En dat gaat als volgt. Eventjes goed aanzetten. Zorgen dat je flink drukt dat hij vast zit op de cupcake. Nog een klein beetje knijpen. Loslaten. En kijk, daar komt mijn eerste roosje. Knijpen, knijpen, knijpen. Omhoog, loslaten. En nummer 2. Super simpel. In één beweging heb je een roosje gespoten. En binnen no time zit je cupcake er vol mee. Als je uit les 2 weet hoe je blaadjes spuit, kun je heel leuk nog een paar groene blaadjes tussen spuiten. En dan heb je op een hele simpele manier heel erg gaaf je cupcake versierd.